Gooi die vraag maar lekker op. Hoeveel verdien je? Dit is hem, de nieuwe quote. We gaan hem aanbieden aan de oprichter van Stuk TV, Giel de Winter, die nu net het vliegtuig uit komt lopen. Giel, jongen, dit is hem, de nieuwe quote. Je staat erin. Ja, dat was vroeger voor mij echt een droompje. Ja? Ja, man. Wanneer gaan we jou in de quote 500 zien? Wanneer gaan die YouTube-filmpjes zoveel betalen? Als John de Mol wakker wordt. Als John de Mol wakker wordt. Nee. Even voor de wat oudere kijkers, want die zijn natuurlijk ook. Wat is Stuk TV? Stuk TV is een online kanaal dat ik 5 jaar geleden heb opgericht. En ja, dat heeft nu 1,6 miljoen abonnees. Ja, dus als ik zeg dat jullie programma's net zoveel kijkers trekken als De Wereld Draait Door, dan is dat ongeveer waar. Ja, zeker. Want even de doelgroep die jij bereikt. Dat zijn zeg maar de millennials, laten we zeggen, 25 onder de 25? 12 tot 30. Ja. 12 tot 30. Ja. Gaan die ooit nog de overstap maken naar de televisie? Nee. NPO, dat zal nog wel zijn programma's blijven maken. Die hebben belastinggeld en een soort maatschappelijke functie. Maar RTL, gaat dat niet op een gegeven moment gewoon dood? Nee, weet je, ik vind het wel. RTL is wel echt een krachtig bedrijf. En eerlijk gezegd, die komen er ook wel weer uit. En luister, ik heb 6 mensen. Ja. Weet je wel? En echt toppers. Maar wij kunnen niet zo'n krachtig bedrijf aan. Dat is gewoon zo. Nee. Hey, nog even laatste vraag. Wat, je bent geïnterviewd door onze Quote Angels. Wat vond je ervan? Was je onder de indruk? Deze vraag stelde je net off camera. Maar deze dames hadden. Het zijn echt 2 schatten van de vrouwen. Alleen ze hadden niks opgeschreven. En ze hadden niks opgenomen. Ze waren leuker als date dan als journalist. Nou, ik vind uiteindelijk, ze hebben een fucking mooi artikel gemaakt. En daar ben ik blij mee. Ja, echt. Zeg, hoeveel verdien jij nou eigenlijk? Genoeg toetjes, man. Genoeg toetjes? Genoeg toetjes. Nou, kijk, dat jij niet tot op de komma wil vertellen wat je verdient, groot gelijk, hoeft voor mij ook niet. Ja. Maar ik ben wel benieuwd wat je ermee doet. Hoe je het besteedt. Investeer je? Heb je bitcoin? Stop je het in stenen? Nee, wat doe je er allemaal mee? Ik stop heel veel terug in het bedrijf. Ja. Als ik een serie niet gefinancierd krijg door middel van een sponsor, ja, en ik geloof in dat programma, zelf produceren. Dan produceren wij het zelf. Ja. Kwebbelkop, hier nog zo'n stuk tuig van de nieuwe generatie. Ken je die? Ja, man. Ja. Leuk gast. Topgozer. Ja. Een ondernemer vooral. Ja. Die donders goed weet wat hij met zijn centen maakt. Hij heeft half Amsterdam inmiddels gekocht. Gozer zit massaal in de steen. Ja, en dat doet hij heel slim. Ja. Dat is echt heel slim. Maar wat wil je als je 8 miljoen abonnees hebt tegen 1,5 miljoen? Even kijken. We hebben twee mooie horeca-verhalen. Eén over de Ski Hut en één over de Harbor Club. Als je moet kiezen, Ski Hut, Harbor Club. Ja, de Harbor Club, want ik kan niet skiën. Bali. Groot verhaal over Bali. Ja. Geweest? Nee, nog nooit, man. Dan ben je denk ik oprecht de enige Nederlander die nog nooit op Bali is geweest. I know. Ja, goed. Maar dat is net een Joret de Mar, toch? Eigenlijk. Dat is niet normaal. Ja, gewoon waddeneiland. Waarom zou ik in godsnaam dan naartoe gaan? Eens. Voilà. Ja.